Ja, het is weer zover. We hebben weer een nieuwe Loot Gaming. Tada! Hij is weer binnen. Hij wordt maandelijks naar ons toegestuurd. En dit is het maartdoosje. En het maartdoosje is het thema Future Tech. En het leuke was, we hadden natuurlijk die aankondiging al van wat het was op gamerset.nl. En meestal maakt Loot Crate/Loot Gaming vier onderwerpen bekend. Vier franchises. Maar dit keer zijn het er maar twee. Dus er zit iets in van Mass Effect Andromeda. En er zit iets in van Overwatch. En verder weet het niet. Het kan veel meer zijn. Het kan misschien wel minder zijn. I don't know. Maar we gaan het in ieder geval ontdekken. Jij en ik. Weet je, ik ben Tom van Gamersnet. En jij bent een kijker. Dus dat is leuk. Bij deze, ik gooi hem open. En het... Och. Je ziet al meteen wat het is. En ik zit ook meteen te denken. Volgens mij had ik het thema dan weer fout. Is dit dan het krat van vorige maand? Want... dit doen we trouwens echt elke maand weer. Ik denk dat dit toch het Wild thema is. Heb ik het toch fout? Want dit is natuurlijk gewoon een heel mooi t-shirt van Link in Zelda Breath of the Wild. Hij ziet er wel echt super mooi uit. En dan moet ik zeggen, het is wel een dikke print, maar hij voelt wel goed. En het is wel echt mooi gemaakt. En het, ja, het is een Loot Crate exclusive. Dat doen ze dan natuurlijk altijd. Dat is super. Ik denk niet dat dit Future Tech is. Ik denk dat ik het fout had met het thema. Sorry, dit zal wel het Wild thema zijn. We lopen er altijd eentje achter. En dat is altijd met al die aankondigingen van welk thema het is, is dat altijd... Sorry. Kan gebeuren. Unboxings zijn sowieso onze meest rommelige items en dat schijnen mensen juist leuk te vinden. Dit is een beanie, lijkt het op, van World of Warcraft. En ja, nu ben ik er vrij zeker van dat dit toch het Wild thema is. Maar wat je hier nou ziet is toch wel... Oh my god, het is wel van de Alliance. Hij is erg snug. Erg krap. Hij drukt mijn hoofdhuid een beetje bij elkaar. Maar gezien ik best wel een beanie man ben, denk ik dat dit wel kan, toch? Dit gaat toch wel? Dit is toch super schön? Laat het weten in de comments. Anyway, World of Warcraft beanie, ik vind hem wel mooi gemaakt. Ook weer echt als je denkt van, het is geen cheap spul. Het is wel echt mooi ingebreid. Mijn oma had het ook kunnen maken, daar niet van. Maar mooi spul. Maar we gaan door. En ik ben met elk onderwerp wat ik eruit haal, elk object, ben ik er weer meer zeker van dat dit het andere thema is. Want dit is namelijk een... fles van Pitfall. Pitfall is een ontzettend retro game op de Atari 2600, geloof ik, uit mijn hoofd zo. Maar dit is dus echt gewoon zo'n veldfles. Je zou zeggen het is metaal, het is niet metaal. Maar het is wel... Ik zou hem gewoon vol hangen met whisky. Het is wel leuk om in thema gewoon op veldtocht te gaan hiermee. Ook wel leuk dat ze hier weer dat Pitfall eigenlijk een mooie visual ervan in hebben gewerkt. Jammer dat het niet echt metaal was, dus ik weet niet hoe lang dit meegaat als je er echt mee op expeditie gaat. Maar alsnog leuk, voor de heb sowieso. Je kunt het ergens mooi neerzetten. En als je een avonturier hebt, kun je hem nog gebruiken ook. Dat krijgen we er ook zomaar bij. Pitfall veldfles. En dit, oh my god. Is dit, dit is wel heel cute. Dit moet ik mogelijk afstaan aan mijn vriendin, zit ik nou te denken. Dit is namelijk een hond die jij volgens mij moet kennen, Daniel. Als ik het goed heb, zo met die eyepatch. Dit moet toch... oh man, is dit Diamond Dog? Ik heb het idee dat dit Diamond Dog is. Vooral met die eyepatch natuurlijk. Ik heb het idee van wel. Het staat er helaas niet op. Kunt even kijken. Het is de Decoy Dog. Ik weet niet, maar kiek die boy. Kiek hem lief zijn. En ik moet ook zeggen, want dat kun je natuurlijk... Je ziet het wel, maar je kunt het niet voelen. Dit is zo zacht. Dit wil je knuffelen. Raak dit aan. Het is bizar zacht. super vet, krijg je er ook zomaar bij. Als elke maand natuurlijk ook de pin. Er zit een pin bij om dan te laten zien van... Hey, ik heb hier een pin dat ik die en die thema heb gehad. En ja, ik had gelijk, dit is het Wild thema. Dus ja, het niet Future Tech. Volgende maand jongens, Future Tech, dan laten we die aan je zien. We lopen altijd achter en ik vergeet altijd de hoeveelheid maanden die we achterlopen. Dus bij deze. Dan krijg je ervan. Het komt natuurlijk altijd uit Amerika. Ze worden al ver na de aankondiging verscheept. En omdat ze dan ook nog naar Nederland moeten, duurt het altijd weer iets langer. Een Loot Crate postcard. Een bedanknootje van de Loot Crate mensen. Overigens, het logo is ook vernieuwd. Ik weet niet of mensen dat hebben meegekregen. Maar Loot Gaming, Loot Crate logo is nieuw. Dus dit zal ook wel daarover gaan. Ja, de co-founders van Loot Crate bedanken me. Alsjeblieft. Co-founders van Loot Crate. Als altijd weer een schöne poster met vaak een eigen designer op van Loot Crate. En natuurlijk ook wat er allemaal in zat en wat je zoal had kunnen winnen. Want ja, als je een abonnement neemt op Loot Crate, dan kun je ook zaakjes winnen. Dit is op zich wel een toffe poster. En
het leuke is dat hier dus ook op staat aan de andere kant wat er allemaal in zit. En dan zul je dus zien dat het inderdaad de decoy dork was. En dat de beanie reversible is. Wat mij nog niet eens was opgevallen. De beanie is namelijk niet alleen een Alliance logo, maar ook het Horde logo als je hem binnenstebuiten draait. Dat had ik moeten weten van tevoren. En deze maand maak je een kans op een Switch met The Legend of Zelda Breath of the Wild. Sprak voor zich. Leuk thema. Dit moet even aan de kant. Het ziet er wel schön uit. En de binnenkant van de doos is ook altijd weer om te vouwen. Dan kun je weer iets anders van maken. Ik heb het alleen het idee dat dit thema niet heel leuk was. Natuurlijk, vorige maand hadden we de dat je de loot crate binnenste buiten kon dragen. En dan was het een companion cube. Dat is in dit geval... Dit mag bij het oud papier, zou ik zeggen. Dit is niet eentje van... Wow, die moet je bewaren. Anyway. Dit is de loot gaming van niet maart, maar dan februari, denk ik. In het thema Wild. Ik hoop dat je genoten hebt van het unboxen ervan. Wil je zelf nou ook zo'n loot crate of een loot gaming thuisgestuurd krijgen? Je kunt gebruik maken van onze link. Dat is lootcrate.com/gamersnet. Gamersnet.nl/lootcrate werkt ook. Dan ga je automatisch naar de pagina toe. En dan kun je ook dus de code gamersnet gebruiken voor, ik geloof, $3 korting op je eerste aankoop. Dus het kan loot gaming zijn, kan loot crate zijn. Hel, je kunt een aantal sokken bestellen en daar nog korting op krijgen. Helpen wij je ook aan. Dus, en steun je ook ons mee. Hè? Dus steun ons, steunen wij jou terug met $3 korting. Yay! Without further ado, dat was hem weer. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. En tot snel bij een volgende unboxing of wat dan ook we op Gamersnet doen. We doen namelijk best wel veel. De ballen.